Ja, goeiedag. We staan hier op de berg Tabor. En dit is de plek waar de Heer Jezus verheerlijkt is. We zijn op de plek waar de verheerlijking op de berg, de Transfiguration, heeft plaatsgevonden. Zoals jullie kunnen zien, het is hier eigenlijk een vlakte, een paar heuveltjes. En dit is de enige hoge berg. En daarom zeggen ze, dit zal de berg zijn geweest waar de Heer is verheerlijkt. En daar wil ik een klein stukje uit lezen uit het evangelie van Marcus, namelijk Marcus 9. En daarna kort uit 2 Petrus 1, daar geeft Petrus verslag van de ervaring die hij heeft gehad. Maar eerst Marcus 9 vers 1. En hij zei tegen hen, dat is de Heer Jezus, voorwaar ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij gezien zullen hebben dat het Koninkrijk van God met kracht gekomen is. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes, dat zijn dus enkele, sommige van hen, met zich mee en brachten hem apart op een hoge berg. En die hoge berg, dat is deze berg. Alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw zo wit. En zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia en met Mozes en zij spraken met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. En laten wij 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want zij waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En uit de wolk kwam een stem die zei, dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. En plotseling, terwijl zij om zich heen keken, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen. Deze discipelen die hebben Jezus dus daadwerkelijk met kracht zien komen in zijn koninkrijk. Ze hebben het koninkrijk met kracht zien komen. Wat hebben ze namelijk gezien? Ze hebben hier voor het eerst gezien wie Jezus daadwerkelijk was. Hij was niet zomaar een timmerman uit Nazareth, wat ze misschien van hem dachten. Ook niet zomaar een profeet, niet zomaar een rabbi, niet zomaar een leraar. Nee, hier zagen ze dat Jezus in een andere wereld, in de wereld waar wij straks ook zullen zijn, dat hij daar de koning is, dat hij daar Heer is, dat hij daar de allergrootste is. Paulus die zegt in Filippenzen, die zegt, Jezus heeft een naam gekregen boven alle namen. En hij zegt, Jezus is de Heere. En daar staat, Jezus is de Kyrios. En dat kun je ook vertalen als je naar het Hebreeuws vertaalt, Jezus is de Adonai. En dat hebben deze discipelen hier voor het eerst gezien. Ze hebben Jezus gezien als Adonai. Voor een kort ogenblik. Maar ze hebben het hier gezien. En daar staat er, zijn kleren werden blinkend, zeer wit als sneeuw. Zo wit als geen wolbewerker kan maken. Zo wit, er is geen wolbewerker die de kracht heeft om een kleed zo wit te maken. In een ander evangelie staat, het gezicht van Jezus straalde als de zon. Het werd blinkend, het scheen als de zon. En Petrus, die heeft hier, Petrus was hierbij als een van de 3. En in zijn tweede brief komt hij hierop terug. En hij schrijft in het eerste hoofdstuk van de brief, daar zegt hij dat het einde van zijn leven nabij is gekomen. Zijn tent staat op afbreken. Hij gaat bijna sterven. En hij schrijft nog 1 boodschap. Hij heeft nog 1 boodschap voor ons, voor u en voor mij. Nog 1 boodschap voor de christenen van die tijd. En hij zegt, wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd. Toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend hebben gemaakt. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mij welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam. Terwijl wij met hem op de heilige berg waren. Petrus die schrijft over deze ervaring op de heilige berg en hij zegt daar dat op die plek de Heer Jezus eer en heerlijkheid heeft ontvangen toen een stem uit de hemel kwam, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En Petrus die beseft heel goed dat er maar 3 discipelen bij waren. Zelfs die andere discipelen hadden het niet meegemaakt. En laat staan 2000 jaar later, oké, wij kunnen naar deze berg toe, wij kunnen naar Tabor toe. Maar hierboven heb ik niet meegemaakt dat de Heer Jezus veranderd is. Dat moet ik geloven. En Petrus die heeft wel die ervaring gehad. Die heeft een ervaring gehad op een bergtop. Die heeft een ervaring gehad. Die heeft de Adonai, die heeft Jezus in al zijn heerlijkheid gezien.
Maar wij hebben die ervaring niet. En Petrus is zich hier heel goed van bewust. En daarom schrijft hij ook over deze ervaring. Hij schrijft op, wij hebben dit gezien. Maar dan zegt hij, jullie hebben iets dat nog veel meer zekerheid geeft. Jullie hebben iets dat nog veel meer vastigheid in je geloof geeft dan die ene ervaring die wij hebben gehad. Hij schrijft namelijk, en wij hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. In andere vertalingen staat, the word made more sure. Of the made the more sure word. Of het woord dat zekerder is. In ieder geval, het profetisch woord is vast en zeker. Het is een zekerheid die we mogen hebben. En dan zegt Petrus, u doet er goed aan daarop acht te slaan. Dus niet op een ervaring. Nee, sla acht op het profetisch woord. Sla acht op het woord. U doet er goed aan daarop acht te slaan. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt. En de morgenster opgaat in uw hart. Petrus doet ons hier ook een belofte. Hij zegt, als je acht slaat op het woord. Hij zegt, als je luistert naar het woord. Als je je verdiept in het woord. Als je in het woord duikt. Dan zul je een ervaring krijgen. Die Petrus op de berg ook heeft gehad. Hij zegt namelijk, de morgenster komt op in je hart. Wie is de morgenster? Jezus is de morgenster. En de belofte die Petrus doet is hier. Als je acht slaat op het woord. Dan zal Jezus opkomen in je hart. Jezus zal een werkelijkheid voor je worden. Jezus zal een realiteit voor je worden. Je hebt geen twijfels meer. Nee, je weet, Jezus bestaat. En natuurlijk zul je altijd vragen blijven hebben. Daar is het woord ook voor. Maar je zult de morgenster, je zult Jezus in je hart zien opkomen. Je zult een zekerheid, je zult een vastigheid, een worteling, een fundament in je geloof krijgen. Als je acht slaat op het woord. Meer dan op welke ervaring dan ook. Want Petrus zegt, dit moet u allereerst weten. Dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar door heilige mensen van God. Door de Heilige Geest gedreven hebben zij gesproken. Met andere woorden, de profetie waar Petrus naar verwijst, het Oude Testament wat destijds beschikbaar was. We hebben nu ook het Nieuwe Testament. Dat is niet zomaar door mensen geschreven. Dat is niet zomaar iets dat verzonnen is. Nee, dat heeft de autoriteit van God. Het is door de Heilige Geest gedreven. Je zou kunnen zeggen, dit woord is misschien wel het meesterwerk van de Heilige Geest. Het woord is de Heilige Geest. Niemand kan een keuze maken tussen, nee, ik heb de Heilige Geest. Nee, ik heb meer aandacht voor het woord. Nee, dat kan niet. Het woord is van de Heilige Geest. Het is een en al Heilige Geest. De Heilige Geest zit erin doordrongen. Het is er overheen gegoten. Het zit er overal in. En Petrus die zegt ons, en daarmee sluiten we af. Zoek niet naar die mountaintop experiences. Zoek niet naar die bergtop ervaringen. Zoek niet naar spektakel. Zoek niet naar allerlei tekenen, allerlei wonderen om je geloof te versterken. Nee, zegt Petrus, sla acht op het woord. Doe het woord open, want dat geeft meer zekerheid dan welke ervaring die in deze wereld ook te krijgen is. En dan is de belofte ontzettend groot. Als je daar acht op slaat, dan zal de morgenster opkomen in je hart. Ik wens jullie veel zegen toe in het woord en ik hoop dat dit jullie vanaf deze plek ook aanmoedigt om vaker en meer in het woord te duiken en daar een ervaring te hebben met Jezus door de Heilige Geest om zo de Zoon groot te maken, te aanbidden en de Vader te leren kennen. Amen.